Zet anders op die camera. Hij is nog niet klaar. Reactie is actie. Gaan boksen. Met influencers. Nee. Oh, wanneer ga jij? Bro, ik zeg je eerlijk, ik wil graag gaan naar Nederland. Huts en Nepal doen normaal en Nepal. Sam Fox. Yo. Vakker bro. Lekker, hè? Rustig, ben je blij? Zeker. Ja toch, de nummer 1 DJ van de wereld. En we gaan natuurlijk door zometeen. Ja, de kleinste DJ van de hele wereld. I know. En zelfs langer dan hem, hè? Ja, daarom zeg ik, staan ze allebei? 3, 2, 1. Oh, nee, is al ook geknipt natuurlijk. Ben je blij bro? Tuurlijk, maar altijd. Okay. This is the Honey Flow. Een hele goede morgen, een dag weer zonder zorgen. Het is je boy Hani Hana die jullie weer een toffe item gaat bezorgen. Oh jawel hoor mensen, pak een lekkere popcorn en een lekkere drankje. Want dit wordt weer een toffe vlog met alleen maar gezelligheid. En dat kent zeker geen tijd. Ik ben aangekomen bij JD Customs. Hun hebben mijn nieuwe auto gecustomized. En ja, we zijn er, dus we gaan even kijken hoe die auto eruit ziet. Good morning! Zo kom ik hier altijd binnen, tenminste altijd. Ik ben de tweede keer hier. Hoe is het jongen? Morgen, goed. Ja? Gaat het zo slecht met jullie? Heb je geen bureau meer of zo? Of nee, dat is lekker man, kan je staan. Ja? Veel beter. Ja. Dat doe je heel goed. Jij gaat me blij maken! Wat kom je doen dan? Luister. Het is toch geen maandag? Maandag? Hey, wacht even. Hold on. Ze willen mij gelijk aanpakken. Hey, vrijdag was de afspraak. Wat doe jij nou hier? Vrijdag. Wat? Jij zou bellen toch? Nee. Kijk, dat is het hele grappig van alles. Hè. Hun denken nu, we gaan het einde maling nemen. Nee, dit is geen grapje. Zet anders op die camera. Hij is nog niet klaar. Je zou gebeld worden. Dus... Heb je niet gebeld? Ik zei gelijk toen de spuiter zei, het gaat niet lukken. Bel Hanni. Jij zou bellen, niet ik. Houd je. Wacht even. Hij is niet klaar. Ze zitten er nog niet op, je kan er niet mee rijden. Oh, je taxi rijdt wel thuis net, maar... Echt, ja. Ik maak geen grapje. Maak ze maar nu... Bro, ik had je niet eens verwacht. Ik film gewoon door, hè? Want volgens mij is het een grap, hè? Ik had anders wat moois aangedaan. Hij staat nog niet klaar, jongen. Ik kan er ook vrij weinig aan doen. Ach, maar zin jij zou even bellen? Sorry, ik dacht dat jij zou bellen. Miscommunicatie. Hoe hard heb je nodig? Wat is gebeurd dan als vraag mag? Iets met de klauwen, hij ging in de oven en. Ik weet niet. In de oven? Wat denk je? Het is een pizza of zo? Hij wordt gespoten, dan wordt hij daarna gebakken, weet je, dan blijft het zitten. Maar, ja. Neem je me de maling of niet? Nee, echt niet. Nee, dus ik vind het echt heel lullig, maar we hebben, hij is gewoon niet klaar. Er klopt iets niet hier, hoor. Er klopt gewoon iets niet hier, hoor. Echt serieus. Ja, je mag kijken, hij staat hier gewoon. Waarom lachen jullie eigenlijk dan? Maar wacht, jij geeft je vrouw de schuld en je vrouw geeft jou de schuld. Dat is altijd, hoor, maar... Ja? Ja. Ik heb het nooit gedaan. Nee, maar luister, even, ik kom helemaal uit Hoofddorp, helemaal, om mijn auto op te halen. En ik vertel net zo hoe blij ik ben over jullie. En dan kom ik hier al en dan zeggen die auto is niet klaar. Slijkreclame. En Dyna gelijk. Dyna en Nick en zo zegt tegen mij, van, als je je auto gaat doen, ga naar JD Customs, dit en dat. Kom okay, ik hier al. Stop maar. Was dat ding met die gele remblauwe? Met die gele remblauwe? Ja, ze moesten geel worden. Nee, ja. Ze waren geel. Kan niet geel. Ja, kom nee, geel. Ze zijn klaar. Kijk, ik heb ze voor je liggen. Ja, dat bedoel ik. Je legt daar gewoon. Dit kan niet! Hier spelen we mijn. Oké, hij is niet klaar, toch? Ik zet deze er gewoon onder, dan kan je rijden. Hij is niet klaar, toch? Die auto? Nee, deze moet even onder, dan kan je rijden. Ik heb geen geel. Maar die auto is niet klaar, toch? Of wel? Eerlijk? Nee. Sorry. Kom, we gaan naar jou te kijken. Natuurlijk is hij klaar. Ja, net op dat wij gewoon. Hallo, let op. Wow. Hey, dit is echt raar, mensen. Dit is echt raar. Of naks me weer. Tada! When you say that you love him. Hey, het is jouw boy Hani Hana. Jij niks aan één, Dolce en Gabbana. Je dikke booty, oh, ik had het voor mijn mama. The world's yours, Tony Montana. Baby girl, je weet ik ben chachi. Ik neem je overal mee op vakantie. Na Dubai staat er opeens, gaat ik heb geboekt. First class, ga die koek, doet je altijd goed. Ja. Daar is hij dan. We hebben hem zo in de maling genomen, man. Nou, gewoon ja toch wel van een grapje. Ja, sowieso, man. Het is een niveau. Ja mensen, jullie zien het. Kijk eens aan. Hey Jordi. Yes. Hoe noemen we zo'n auto? Wat voor type is dit? Dit is een Mercedes GL. Hé? Hey. Ja. Coupé. Coupé. Moet je wel bij zeggen, dat is met de achterkantjes. Hè. En het is een dikke auto. Ja dikke toch, Mercedes AMG. Je hebt geen idee. Het staat nu ook op je remplaat. Wat vind je van mijn nieuwe auto eigenlijk? Drop hem hier onder de reacties. En...
degene die de tofste reactie dropt, kan een kans maken op een ja, leuke winactie. En Jordi mag hem bedenken, hij weet niet eens waar ik het over heb. Een winactie? Ja, weet je wat ze altijd leuk vinden? Gewoon een keertje meerijden met ons. In een dikke auto. Ja, want die Ferrari is ook voor jou. En ik hoorde dat je ook een Ferrari ergens nog hebt staan. Ja, mijn broer. Ik moet hem even bedreigen, maar dat komt helemaal goed. Ja, goed. Maar dan kunnen we samen met de Ferrari gaan rijden en misschien wat mensen meenemen. Klopt. Want ja, dan kunnen we alleen maar twee winnaars uitkiezen. Ja, en wij zijn ook winnaars. Dus dan mogen we met de Ferrari rijden. Uts! Dus mensen, drop een toffe reactie hieronder de video. En degene die de tofste reactie dropt, die maakt kans natuurlijk op een dagje chillen. We kiezen twee winnaars uit. Één jongen, één meisje. We gaan het gewoon eerlijk doen, toch? Komt ja, helemaal goed. Ja, jij doet het. Jouw winactie. Heb je trouwens op Instagram? Instagram, @JWD en @JD_customs. Dat bedoel ik. Ik zei tegen Jordi van, luister, was je haren? En ik ga je knippen, maar hij geloofde mij niet. Hij dacht van, ja, ik ga hem nu in de maag nemen. Maar luister, waar ik ook ga, ik heb altijd mijn knipspullen bij me. En natuurlijk is het geven en nemen in het leven. Ik wil hem bedanken. Dus dan krijgt hij voor het eerst een haniekoep. Weet je toch? Zodat hij ook mijn kwaliteit kan proeven. En de volgende keer ga ik gewoon aanslagen op hem gooien. Dus dat komt allemaal goed. We zijn hier al. Ik ben benieuwd, jongens. Want ja, je vertelt tegen mij, je gaat straks naar Dubai. Je bent toch op kantoor gekomen voor mij, dit dat. En jullie namen me in de maling, dit dat. Ik was helemaal in de war. Maar we gaan het gewoon doen. Ja? Ik ben heel benieuwd. Ja? Dat bedoel ik. Let's go! Hey, weet je het mooiste van alles is? Nou. Ik knip je gewoon voor mijn auto. Hoe vind je dat? Beter dan dat gaat niet worden, toch? Dat bedoel ik. De eerste klapper met de mail. De tweede klapper, jullie waren stil. Ik was klein en ik had niks te doen. Nu ben ik groot en ik zit op een miljoen. Chicks willen plakken, maar ik zit niet op die game. Gooi ik al die money, maar die bitches willen fame. Zoveel geknipt, mensen denken hokken. Boys willen plakken, maar die boys blijven floppen. Club Blue, VIP, ik ben all in. Hani, Hanna en je weet, ik ben ballin. Blijf bewegen, een beetje bougie. Haats blijven haten en ik zeg ze dus bougie. Reactie is actie. We hebben nou, één steek nog gehaald laatste. Ben je blij? Ik heb nog nooit zo'n kort kop gehad, maar... Ik vind zij hem... zo kort mogelijk en dit is zo kort zo dat ik het kan doen, hoor. Ik vind hem helemaal top. Je gaat naar Dubai, ik wens jou een fijne vakantie. Ik ga nu echt weg en ik neem mijn baby mee. Het is je boy Hani Hanna bij JD Customs. Ja toch, we zijn weer in de kapsalon beland en Mio is er ook! We zijn er samen met Mio, de shooter! Fakka bro! Fakka nee! Gaan we iets nieuws doen? We gaan niks nieuws, we gaan het alleen korter knippen. Dus we gaan iets nieuws doen. Luister, kan je nog herinneren dat die goochelaar jou had verrast? Ja man. Hij is grog? Ja man. Oké, in de tussentijd ga ik je even meenemen een klein stukje en dan zometeen laten we de even zien. Het is je boy, Adi Adam met Soep de Boef. Hey. Je bent niet bang toch? Zeker bro. Spin op mijn lichaam en zo. Nee. Ja? Hang goed vast, ja? Nee, je telefoon kijken. Je kan het eigenlijk laten komen. Is het een kakkerlak in dit geval? Nee, bro, ik hoef geen tuin, bro. Strek je hand een beetje, Ja. Dit is niet echt, het is net. Hij bijt niet, laat ik het zo zeggen. Bro, ga maar niet zeggen dat ik kakkerlak heb, bro. Bro, is net, bro. Dit is niet echt, rustig. En die broer komt zo meteen toch een kakkerlak uit. Scan die. Nee, je kan het nog laten komen, scan. Dat is gewoon first of real, dat is niks. Kijk, jij kan het ook fixen. Fix zo. Dames en heren, mijn brata! Kijk, we zijn weer klaar, we zijn weer fresh. Esona, Hani, Hanna en hij heeft nog iets heel leuks. Hij wil jullie namelijk omkopen. Nee. Ze hebben nog steeds niet goed, bro. Ze hebben nog steeds niet goed. Nee, dames en heren, nog steeds biedt Hani Hanna deze Nijmar shirt aan. Wat moet jij doen? Vertel ze maar. Ja toch, ze moeten weten hoeveel ik ben begonnen met afvallen. Dus toen ik op de weegschaal ging staan. Ja, hoeveel exact en hoeveel ga ik uiteindelijk wegen? Hij is dun aan het worden, bro. Hij wordt dunner als mij straks, jongen. Je gaat lekker, houden. Hey! Je gaat lekker. Wanneer ga je, ik heb een vraagje voor jou, man. Wanneer ga je dingen, man, boksen? Met influencers. Nee. Oh, wanneer ga jij? Bro, ik zeg je eerlijk, ik wil graag gaan naar Nederland. Mij boeit het niet, maar ik ga wel voor het goede bedrag, snap je? Ik ben niet op die ching money, alleen maar... Oh, wacht. Hoeveel zou jij erin gaan? Ik zei eerst een ton, toen kon ik 120 krijgen, maar ik heb het limiet verhoogd. Ik wil gewoon... Ik vind 230 wel mooi voor jou. Vanaf 2 kunnen we praten. Ja, dat kunnen we. Maar eerlijk. Wie zou je uitdagen? Ik daag niet uit, man. Ik zeg je eerlijk. Ja. 2 ton. 2 ton, dan praten we verder. Anders gaan we niet eens deze hele ophype-tories doen, snap je? Mensen willen alleen maar ophypen, social media, internet, gangsters uithangen. Dat is gewoon mijn fucking boy, Hani Hanna, man. Hey! Hey, maar luister, jij weet niet hoeveel ik ben begonnen. Hoeveel denk jij?
Hij is op 120 begonnen. Hij liegt. Hij is nu bijna 70, man. Oké, luister mensen, we gaan afsluiten. Iedereen heeft het nog fout sowieso. Jullie kunnen kans maken op een shirtje. En zoals jullie horen, vanaf 2 ton gaat hij de ring in. En Mitta, vanaf hoeveel ga jij de ring in? Ik buk mensen gratis. Nogmaals, thanks allemaal voor het kijken en blijf kijken. Ik neem jullie mee naar en blijf kijken naar een gloednieuwe vlog van Hanni. Hada. Even een tussendoortje in de kapsalon. Waarom? Ik heb speciaal tijd gemaakt voor niemand minder dan de enige echte, ja, Mr. Major. Woe, what's Hanni up, bro? Yo, Hanni, bro. Thank you for the cut, man. Bro, you got me looking fresh, man. Thanks, bro. Appreciate it, man. Bro, you saved my life, man. Again? Bro, I'm ready to dance, man. Let's play that okay, music, listen, bro. I'm so good. I got the Hanni cut. Okay, listen. I'm gonna show you a Dutch song. Show me the song, man. It's a big hit from the Netherlands on this moment. Bro, this haircut makes me feel alive. Hey, can you say it like Huts? Let me hear. Ladies and gentlemen, this was Major. Hey, thank you, Hanni. Yo, shout out to Hanni. Yo, if you need a good haircut, you go see Hanni. He will get you right, man. Shout out to Hanni. And if you want to hear good music, go to Spotify Major. Thank you, bro. The key to success, man. Love, bro. Thank you, bro. Bye bye. Love, bro. Welkom bij de Hanni vlog, mijn naam is Edwin. Ja, toch een hele goede dag, dames en heren. We zijn er nog steeds natuurlijk. Blijf genieten van deze vlog, want vandaag hebben we alleen maar gezelligheid in de kapsalon. Ja, ik ga niks zeggen, blijf gewoon kijken. En de eerste die ik heb geknipt vandaag in de kapsalon, het is heel vroeg inmiddels. Maar hij is hier, dames en heren. Sam Fox! Yo! Pakken, bro! Lekker, hè? Rustig, ben je blij? Zeker, top. Gaan we kijken of hij het weet. De Hanni koep doet je altijd goed. Hey, en dat voor de eerste keer. Oei, 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 oei. Mensen die hem niet kennen, hij is DJ. Hij is mede-eigenaar van, ja, zeg het maar eigenlijk. TikTok, Kingsland, Don't Let Daddy Know. Wow. Hey, wacht, Kingsland. Mensen, het is bijna Kingsland. Luister, kan ik niet even een kaartje geven aan mijn kijkers? Tuurlijk. Ja? Hoeveel? 2 per stad. 2 per stad? Oh, jawel. En hoeval feesten zijn dat? 2, 4? 10 kaarten. Luister. Als jij, ja, het is heel simpel. Als jij graag met een vriendje of vriendinnetje naar Kingsland wil gaan, geen stress. Drop hieronder een toffe reactie en wie weet maak jij kans voor een van die evenementen. Dus het is eigenlijk simpel. Ik kies 5 winnaars uit, toch? Ja. Het zijn 5 evenementen, 10 kaartjes. Ja. Mensen, gewoon doen. Ja, top. Ja. Zie jullie daar. En als hij ze niet geeft, bedreig ik hem, ontvoer ik hem. Dus het komt helemaal goed. Nogmaals, blijf kijken. Het is alleen maar gezelligheid. Het is je boy, Hanni Hanna. Ja, toch, dames en heren. Van de ene kop naar de andere kop. Je weet toch, ik laat mensen altijd jong en fris en fruitig voelen. En daar doen we natuurlijk voor. En onze jonge heer is weer helemaal fris en fruitig. Hanni Koep. Doet je al? Ja, toch? En, bent u klaar voor vanavond? Ik ga de dames zo wat weten. Oh jee, u gaat boem boem dingen doen. Ja. Dames en heren, natuurlijk hier natuurlijk David Mendes da Silva. Hoppa! En meneer Ramon van der Vaart. En natuurlijk Martijn. En is ook in de wereld Hudson niveau. En ja, deze man skippen nog. Want hij komt pas volgende week. Dus volgende week gaan we natuurlijk filmen. Huts. 3, 2, 1. Jij ziet het goed uit. Wat zei je? Ja toch mensen, jullie zien het. Martijn is weer fris en fruitig. Ja toch, de nummer 1 DJ van de wereld. En we gaan natuurlijk door zometeen. Ja, de kleinste DJ van de hele wereld. I know. Chihuahua is in the building. Fakken bro, ben je ready? We zijn er. Ja toch, staan ze weer 1 seconde bro? Nee, ze één, als ze weer 1 seconde. Ik ben zelfs langer dan hem. Waarom zeg ik, staan ze even allebei? 3, 2, 1. Oké, bijna. Ja, bro, rustig aan. Uit wat liefde. Ja, toch? Ja. Ga naast hem staan. En nog steeds gezelligheid, mensen. DJ Dyna is weer fris en fruitig. Hoppa, zeg maar kijk. De Hanni Koep doet je altijd goed. Ja, toch? Is er ook geknipt natuurlijk. Ben je blij, bro? Tuurlijk, maar altijd. Oké. Luister, boys. Dyna, jij kent Izzel. Ja, sowieso. Je hebt zijn filmpjes, je volgt hem en inderdaad. Jullie volgen elkaar, toch? Volg je hem trouwens? Tuurlijk. Ja? Oké, dat is top. Zeker, jullie liggen. Ja, dat klopt. Hey, luister, gaan jullie eens een keer wat samen doen of niet? Want ik zeg je eerlijk, ik vind, net als Moet Lokos, Essen en Moet Lokos, Hudson, Nivo, doe normaal, Nivo.
vind ik dat jullie ook wat samen doen. Jij bent een DJ, hij is entertainment, maakt leuke grappen. En ik weet zeker, als jullie iets samen gaan doen op een track of wat dan ook, dat het sowieso ook een hit kan worden. Tuurlijk man. Sowieso, het is 2019, alles kan. Ja toch? Ja, dus wacht even, heb ik nou voor iets gezorgd? Misschien. Ja, voor een hit. Ja? Ja man. Hey! 3, 2, 1, wat? Hey, daar ben ik weer. Oh jawel hoor. Ik was mijn vlog aan het editen. Ik was helemaal klaar, maar ik had helemaal geen afsluiting om jullie gedachten te zeggen. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik ga hem heel goed afsluiten, want ik heb nog een gast hier. Oh. Hij is even lang weg geweest, mensen. Maar hij is weer terug. Waar was je al die tijd, racist? Hard aan het werk, voor weinig. Je bedoelt hard voor weinig, nooit chagrijnig. Correct. Ja? Je ziet er heel gelukkig uit. Ja, dat ben ik ook best wel. Ja? Jazeker. Vertel even, waarom was je zo even uit de picture dan? Ik ben gewoon hard aan het werk, hè? Kind, ja? Vrouw, je weet hoe het gaat. Hé, wat vind je er dan van? Al die YouTubers en vloggers, Instagrammers en wat dan ook, die gaan allemaal tegen elkaar in de ring. Ja, ik wens ze veel sterker. Wat als iemand jou uitdacht? Ja, dan neem ik een stalen pijp mee. Bro, dit is fijn. Dat was hem, je weet toch? Ja toch mensen, dankjewel allemaal voor het kijken. Hoop dat jullie nog genoten. Dit was Hani Hana. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want de Hani Koep doet je altijd goed. En we geven nog steeds dit shirtje weg. En jullie moeten gewoon raden hoeveel ik uiteindelijk ga wegen. Ik ga een goede hint geven mensen. Ik ben 13,7 kilo afgevallen tot nu toe, ja? Dus, succes. Racist? Ik ben 13,7 kilo aangekomen, ja? Dus, succes. This is the Hani Vlog.